grandioos, goede, spannende strijd gewonnen. 23.33. Met jouw Silvino hier eerst in de negen finale. Kijk eens, de mooie vrouw, winnaar van de Bandmensen 2013. Provicia. Al zeer een mooie tweede. Streep 6 ging hij van start. Cambuur-Egaan Pennington. Van de familie Nijling uit Duitsland. 23.59. Hartelijk gefeliciteerd met die mooie tweede plaats. En er is afgesproken, maar geen Duits meer praten. Ik wil gewoon de Hollandse zeggen, dat bestaat prima. Nogmaals, hartelijk gefeliciteerd met die mooie tweede plaats. Van Peren uit Schaven. 23.65. Hij was heel erg slecht weg. Maar hij kwam hier toch grandioos mooie stelling opzetten. Ik kwam hier wel derde overgestreven. Hartelijk gefeliciteerd met die mooie derde plaats van Kessing Lane Boston. 23.65. Gefeliciteerd. Ik zeg dat er een beetje de woorden van zijn. Als de vierde, Carrasco Wilstad. Van de familie Pre. Ze zijn alweer gearriveerd, de eigenaren 6 stuks. Jovino Boston, Fusion, niet, dat is het niet, maar het is gewoon de. Welke kleur lopen bij jullie? Rood. Carrasco. Wat weten we dan even? Rood. Hector en Pennington. Starten is gegeven aan de 600 over de jaren. Go! Silvino, Petrie Fusion. Fusion op de tweede plaats, ik krijg dan gelijk aan Pennington. Zo dames en heren, moeder en dochter. Ja, mooi te altijd, hè? Het warm. Warm, hè? Finale, Wippenbeekklasse Teven, de winnende tijd. 23.71. Als eerste kwam overstreep, de hond die startte onder het blauwe reddek. In de Channel Thinking Time Bomb. Van de familie Negeman uit Jumra. Yvonne Zennenbos op hoogst eerpodium weer 23.71. Winnares van de Badmeisland 2013. Als zeer mooie tweede, Sylvie van Sinaya. Van Tessa Negeman uit Jumra. In een tijd van 23.75. 400ste seconde verschil tussen moeder en dochter. Dat bedoel ik dan mee, de eigenaresse daar uiteraard. Ook Tessa van Aliskant, hartelijk gefeliciteerd met je mooie tweede plaats. Als derde, Remy Kiesbrink met een hondje Herraad en Friede Matkee. 24.02. Remy van Aliskant, hartelijk gefeliciteerd. Hij ging via de... Het is gewoon weer een soepel. Oh, de zoeken, ik kan alle bochten. Zou die Sylvie het waar kunnen gaan maken? Met dat rode rendek, zijn onder blauw, en onder wit. En Maya, de steek was onder zwart. Dat doen de mensen wel. Nou, wie en bij staat natuurlijk nog steeds gewoon door de volgende dikke wagen met de hengel. Ja, dan was er iets met de baan, ook zo'n stukje vanaf die start op door weer een stuk door zijn beetje. Ik denk dat hij helemaal nooit gaat hebben. Oh, dan worden we. Al die is wel een beetje puntjes geven, vader. Nee, sorry. Rondlijntje van ogen, dames en heren, met een mooi vertrek voor wie? Ah, dan ben ik al die onder zwart. Vier Maya, die kleine Maya. Maar dan komt Leggers gewoon eroverheen en dan gaan we zien weer uit. Wilde naar de eerste plaats. Channel gaat naar de tweede plaats. Dit is Bauera op een derde, maar komt binnendoor weer hetzelfde. Dit is die channel. Channel gaat in één keer binnendoor, want we zien weer Wilde. Wilde gaat naar de boven. En dan gaan we kijken hier op het laatste rechterstuk. Hoe zal het gaan worden? Hera en Maya zijn in de achterval, maar er zijn ook de steen. Ja, dan zijn ze ook bij de tijd.